gaan het over Rusland hebben. Hier voor mij, in mijn hand, heb ik een bundel Russische poëzie. Twee talen, in het Russisch en in het Nederlands. Rusland leed de Roerlijn. Gedichten van Pushkin, Tjutjev, Gumilev, Akhmatova, Mandelstam, Pasternak, Radic, Akhmadulina en Kukulkin. Dichters vanaf het eerste moment dat er in Rusland serieuze poëzie werd geschreven, eigenlijk tot in de jaren, tot in de jaren 90 van de afgelopen eeuw. Want Akhmatova is in 1997 overleden. Het is vertaald door Nina Tardan. Het werd juist al gezegd dat ze uit Georgië komt, maar het is het Georgië dat de Georgische Socialistische Sovjetrepubliek was. Ze is geboren in de Sovjet-Unie. En ze was in Georgië, behalve dat het een schitterend land is met een mooie stad, Tbilisi, en een schitterend poëtisch landschap. Ja, het was ook een beetje een treurige bende. Maar gelukkig heeft Georgië heerlijk eten, heel erg lekkere wijn, en iedereen is schilder of dichter. Zo ook in de familie van Nina, want ik geloof dat jouw vader een hele beroemde schilder is. Ja. En dat jouw moeder een hele beroemde vertaalster is. Dat klopt, en ik ben dus daar voortvloeisel van. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat dat zich zo letterlijk zou ontpoppen. Vertalen was ik nooit van plan, want ik heb gezien wat een geploeter het is. En mijn moeder heeft twee generaties vertalers uit het Georgisch in Moskou getraind. Dat was toen nog allemaal zwaar gesubsidieerd, dus die republieken die moesten elkaar kunnen lezen, hè, in het Russisch. En daar werd heel veel geld in gepompt. Dus betrekkelijk was het zo dat die vertalers toen nog wat konden verdienen. Maar dan nog, tot 3 uur 's nachts, dat getik op de typemachine. In de tweekamerflat. Bij mijn moeder, ja, en op een gegeven moment allemaal neuralgie, zoals het heet. Met pijn in haar schouders. Dus het is echt, ik weet niet hoe dat gekomen is dat ik het ook ben gaan doen. Dat komt door de genen. Dat heeft Pasternak nog zo gezegd. De sterfelijkheid en de dood, die zitten bij ons aan tafel. Sorry, de sterfelijkheid en de erfelijkheid. Dood is dus allemaal aanwezig. Jij begint het boekje met Pushkin. Pushkin is de vader van de Russische literatuur. Het is de eerste echte grote dichter. Wat mij altijd zo op in die 5 jaar dat ik in Moskou woonde, dat ik hier een kind van 6 tegen kon komen. Ik had een secretaresse, had een dochtertje van 6. En toen het meisje zich aan mij voorstelde, begon ze meteen uit het hoofd de eerste 6 pagina's van Pushkin's Onegin te lezen. Het rare was dat ze dan ook nog kon vertellen wat er precies werd bedoeld. Dan zei ze, die zegt dat omdat hij verliefd is op dat, op haar, maar en hij wil haar eigenlijk niet en hij wil dat allemaal. Dat was er dus allemaal ingeramd. Op een heel militaristische manier, zoals heel veel in Rusland in het systeem gebeurt. Maar het heeft ook zijn voordelen, want Nina gaat zo dadelijk uit het hoofd natuurlijk. Je kan toch gedichten declameren? Waar maak je dat nog mee? Wij Nederlanders kunnen dat namelijk bijna niet. Nina, we kennen een enkel Sinterklaas en Annie M. G. Schmid rijtje. Als je is het misschien nog één gedicht van Jacques Blou of van Phazalis uit het hoofd. Nou ja, daar blijft het dan bij. Pushkin. Waarom is Pushkin voor Russen? Je hebt al veel over de veranderingen. Ja, dat is in meer opzichten interessant. Want ten eerste is hij natuurlijk een Rus. Het is een Europeer, zou ik kunnen zeggen. En met dito temperament. Van Pushkin wordt beweerd dat hij de Russische taal hervormd heeft. Van heel zwaar op de hand en heel bloemrijk naar de goddelijke eenvoud teruggebracht. Dat kan bijna elke letterkundige in Rusland weerspreken, want Zhukovsky deed dat al en er waren zo nog een paar dichters die dat ook al konden. Dus wat Pushkin heel bijzonder maakt is zijn veelzijdigheid en natuurlijk het feit dat hij is natuurlijk nooit oud geworden, maar al heel jong was hij heel wijs. Hij begon met een ongelooflijk schitterend politiek gedicht, de Ode aan de Vrijheid, was hij maar 18 jaar oud. Daar werd hij meteen voor verbannen. Toen zag hij de schitterende landschappen waar je het net over had, die van de Caucasus. Dus dat relief, die bergen, die dramatiek, die heeft die zuidelijk ingestelde, tenminste ja, al genetisch zuidelijke man, heel veel waarschijnlijk.
waarschijnlijk nog meer romantiek in zijn ziel doen oplaaien. Dus heel veel Russische dichters sowieso zijn in de Caucasus als dichter tot bloei gekomen. Nou goed, natuurlijk liefdesgedichten, melancholie, depressiviteit, jaloezie en tegelijkertijd ook los kunnen laten. En je kan zo gek niet bedenken of Pushkin heeft erover gedicht en precies woord krijgt met de best mogelijke woorden. Nooit, nooit hoofdpijn om bijzondere rijmen of iets dergelijks. Niks valt bij hem op, hè. Dus die musicaliteit, de inhoud, nou ja, goed, zoals het verwoord is. Alles klopt als een bus en niks steekt uit. Hè. Dus bij Pasternak zou je kunnen zeggen, wat een barokke dichter, wat een rijmen. Bij iemand anders, god, wat klinkt dat toch muzikaal. Zodra er iets uitsteekt, is dat iets dus beter dan andere bestandsdelen. Bij Pushkin is alles eigenlijk precies met elkaar in evenwicht. Hij wordt wel vergeleken met Mozart. Hè? Hij heeft het genie dat Mozart ook had. Het klinkt heel eenvoudig en het zit briljant in elkaar. Ik ben in Rusland pas Pushkins gedichten in het Russisch gaan lezen en de vertalingen, dan denk je, ja, leuk, origineel, daar zit wat in. Maar je ziet dat die woordkeuze in dat Russisch, dat het zo knap gecomponeerd is. En dat, daarin lijkt hij echt op Mozart. Hij lijkt echt op Mozart en hij heeft ook niet voor niks, denk ik, Mozart als held gekozen voor een van zijn prachtige kleine toneelstukken. Het zal wel een stuk erkenning in gezet hebben. Hoe is het om Pushkin te vertalen? Want je ziet natuurlijk die genialiteit in het origineel. En het moet dat maar zien te herscheppen in het Nederlands. Ja, ik denk dat ik het alleen maar gedaan heb omdat ik toen een soort overmoedige debutante was. En ik schreef voor een bepaald publiek, dat is bepaald niet het publiek wat ik hier vanmiddag aangreep. Ik ben gaan vertalen omdat ik mijn eerste jaar in Nederland doorbracht in een subcultuurtje van new wave en punk muzikanten. En daar zaten weinig tussen die iets met poëzie hadden. Die zeiden, ja, ik lees eigenlijk nooit poëzie, ik heb daar niks mee en ik hou daar niet van. En daardoor heb ik mijn beeld weer niet hoeven doen. En hier houden ze al van de poëzie. Dus zo is het een beetje gegaan. Ik zou me nu makkelijker aan Pushkin wagen omdat ik handiger ben geworden. Maar intussen heeft Hans Bollend eigenlijk al zowat alles van Pushkin verteld. Dus ja, ik hoef het ook niet meer te doen. Maar hier staat in ieder geval één heel geestig gedicht dat op mij indruk heeft gemaakt toen ik klein was. Daaraan voorafgaand zou ik misschien een gedicht willen voordragen wat hier niet in staat en wat in geen van mijn bundels staat. Dat is van Guido Maman, het lievelingsgedicht. En dat gedicht is eigenlijk een mystificatie. Zou je zeggen, dus Mary May heeft het geschreven als zogenaamd vertaling uit het Servisch, geloof ik. Feitelijk heeft Merime dat zelf bedacht, dat verhaaltje. Pushkin trapte erin en vertelde dat dan weer uit het Frans in het Russisch. Ik vertelde dat dan weer naar het Nederlands. Staat niet in deze bundel, maar het is een heel lief, dramatisch, melancholiek gedicht. Het gaat over het laatste gesprek wat een vorst voor de grote slag met zijn zijn oorlogspaard voert. Mag ik daarmee beginnen? In het Russisch. In het Russisch. Misschien moet je gaan staan. Of eerst maar in het Nederlands en dan in het Russisch? Klinkt het goed? Eerst in het Nederlands. Dan weet iedereen wat hij in het Russisch terug moet vinden. Waarom bijt je niet meer lustig op je bit, mijn fiere ros? Waarom hinnik je onrustig, schud niet meer je manen los? Word je niet genoeg vertroeteld, blinkt geen zilver aan je voeten, is je ruif niet goed gevuld, graas je niet in een groene weide, is je leidsel niet van zijde en je beugels niet verguld. En het paard vertelde droevig koor uit het nabije dal, het geroffel van de hoeven, pijlenzang, klarongeschal. En ik zal niet lang meer draven door het veld in volle naad, want de vijand neemt het haver, leder, zijde en brokaat. En het is mij zwaar te moede, en ik hing zo bedrukt, omdat hij het zilver spoedig van mijn lichte voeten rukt. En hij neemt mijn heer gevangen, mijn schabrak die neemt hij buit. Hij bedekt mijn klamme flanken met mijn meesters eigen haar. Ik hoorde dat gedicht toen ik een
jaar of 5, 6 was en ik moest er heel erg van huilen, want ik dacht, het paard is al zo klam en bezweet en dan krijgt hij nog een of andere leren lap over zijn naam. Ik had helemaal niet door wat daar nou pas echt zielig aan was. Maar zo klinkt het echte Pushkin dan in het Russisch. Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил, не потряхиваешь гривы, не грызешь своих удил. Или я тебя не холю, или ешь овса не волю, или сбруя не красна, или поводья не шелковы, ни серебряные подковы, ни золоченые стремена. Отвечает конь печальный, оттого я присмирел, что я слышу топот дальний, трубный звук и пение стрел. Оттого я ржу, что в поле уж недолго мне гулять, проживать в красе и в холе, светлой сбруи щеголять. Знаю, скоро враг суровый сбрую всю мою возьмет, и серебряные подковы с легких ног моих стерет. Оттого мой дух ноет, что на место чепрака кожи он твоей покроет, не вспотевшие. Ja, dat is natuurlijk, dat wil ik graag het raad, want wij willen dat allemaal nadoen natuurlijk. Hoe is dit je gelukt? Want wij hebben een keer in Breda opgetreden over Allard Waterfaar en toen rolde het ene gedicht na het andere eruit. Is dat, ben jij hier vanaf je zesde mee bezig om die gedichten uit het hoofd te leren? Want het zijn nogal geen lappen. Nou, dat zijn natuurlijk ook een beetje genen. Mijn moeder had ook een fotografisch geheugen voor teksten. Niet speciaal voor poëzie, maar ze was ook chronisch. Hoe zeg je dat? Ik heb bijvoorbeeld in het Russisch ook me nooit geschreven. Nooit een orthografische of syntactische of welke dan ook wel. Dat lukt me in het Nederlands wel goed. Maar in het Russisch is dat gewoon niet zo. En ik was dan inderdaad zo'n pronkaapje, zo'n kind wat aan tafel gedichten die voorgedragen werden door de gasten van mijn moeder. Hoe noem je zoiets? Kwartalen sleutel ving ik gewoon in de lucht en kon ik meteen eigenlijk uit mijn hoofd nalezen. En zo zijn er wel meer. Dat is wel uitzonderlijk, blijft ook een Russisch uitzonderlijk, zoals mijn moeder en ik en nog tientallen mensen dat kunnen. Maar dat zijn toch echt, en misschien honderden dan toch in dat grote land, die dat geheugen hebben en zo getraind zijn. Ja. In de Sovjet-Unie herinner ik me nog, had je, er traden dichters op, ik heb Yevtushenko wel gehoord, en daar waren dat echt ja, concertgebouw, zeg maar, of een voetbalstadion vol. Ja. En dan stond men die dichter te aanbieden. Ja. Waar komt dat vandaan? Je hoort waarschijnlijk ook als u het Russisch hoort, toen was het net alsof ze een lied aan het zingen was. Ja. Ja. Dus die muzikaliteit zit in die taal, die zit natuurlijk ook in het Nederlands, als je het Russisch voordraagt. Hoe zit dat? Nou ja, daarvan hoorde ik of las ik iemand zeggen. Ze hadden mazzel omdat er toen, omdat popmuziek, rockmuziek eigenlijk min of meer verboden was of niet echt toegestaan. En dus die dichters die namen die rol over. En zodra dat wel mogelijk werd, underground concerten werden steeds openbaarder, nou ja, toen moesten de dichters die positie ook wel inleveren. Maar wat dan grappig is, één keer had ik een voordracht en toen kwam een wat oudere Nederlandse dame naar me toe en ze was helemaal verontwaardigd. Ze zei, is dat nou die befaamde Russische poëzie? Ik vind daar niet zoveel bijzonders aan, want wij in Nederland hebben net zulke mooie dichters. Ik kon haar wel zoenen, want dat vind ik ook. Alleen hier is iets minder draagvlak. En precies om diezelfde reden. Dus niet omdat Nederlanders minder gevoelig zijn voor poëzie of Nederlandse dichters minder muzikaal, maar omdat hier zoveel ander vermaak is natuurlijk, al jaren. En wij hebben die vrijheid en die vrije markt en die competitie pas later gekregen. Dus die dichters die hadden die luxe positie. We hoorden Arjen al vertellen dat van oorschot in de Tweede Wereldoorlog heel veel boeken verkocht, dat er heel veel werd gelezen. Inderdaad. De Sovjet-Unie was eigenlijk de Tweede Wereldoorlog die 70 jaar duurde. Het is te overdrijven. Heeft dat een rol gespeeld dat mensen gewoon in de literatuur vluchten omdat er verder niks te doen was?
ten, ja, zeker. En de afstanden en die Moskouse metro, waar je dan dus anderhalf uur moet zitten om van je oma naar je school of van je ouders naar, weet ik veel, of naar je werk te komen. Dus als je een plek op de bank kan bemachtigen, dan zit je natuurlijk een boek te lezen. Dus dat is natuurlijk ook weer een extra moment. Maar nog even terug naar die functie van die dichter. Pushkin in Moskou, centrum van Moskou, tijdens het Pushkinplein, staat een groot standbeeld van Pushkin. En alle demonstraties tegen Poetin beginnen altijd op dat plein. Ja. En dan is er altijd een enorme verering voor Pushkin, want er staat ook een gedicht, een soort ode aan de vrijheid, op de sokkel van dat standbeeld. Is dat tot op de dag van vandaag? Speelt Pushkin, is dat nog altijd het symbool van die vrijheid die ooit zal aanbreken? Voor veel Russen. Ja, absoluut. Aan Pushkin valt gewoon niet te tornen. Het was een prachtig mens. En er wordt bijvoorbeeld, als je Hans Bond over hem hoort spreken, wat je natuurlijk veel gehoord hebt. Pushkin is dan de zoon van de Russische poëzie, daar heeft Hans een heel boek over geschreven. Het was niet noodzakelijk altijd een heel zonnige man, maar het was een hele felle en een hele oprechte man. Je zou zeggen, hij bezat een cholerisch temperament, dat wil zeggen dat hij zich ook niet makkelijk de mond liet snoeren. En hij conformeerde zich eigenlijk niet. Hij was een soort Theo van Gogh. Ja. Hij kon wel zeggen wat hij dacht en wat hij wilde zeggen. En ook een beetje pesten. Ja. Hij was natuurlijk minder grof in de mond. Theo was natuurlijk echt een provocateur, denk ik. Hè? Ik zou die twee. Ja. Misschien heb je wel gelijk. Zaten allebei een flinke bos krullen. Ja, nam inderdaad geen blad van de mond. Pushkin is. Ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Pushkin is op een gegeven moment omgekomen, of tenminste, hij is fataal verwond. In een duel om de eer van zijn vrouw. Het was een heel vreemd verhaal, je zult het wel kennen, maar hij trouwde met een veel te jonge, veel te mooie vrouw. En die vrouw heeft vermoedelijk homoseksuele, althans biseksuele, minnaar, annex, adoptiezoon van de Duitse gezant van Hekeren. Nederlandse gezant van Hekeren. Sorry. Heeft hij gekozen om haar het hof te maken. Ik denk soms, misschien was zij gewoon een soort dekmantel voor zijn wezenlijke verhouding met de baron. Met die baron. Misschien was hij wel degelijk een beetje verliefd op haar. Interessant is dat Pushkin niet hem gedaagd heeft voor een duel, maar die gezant. Dus daar wordt eigenlijk altijd aan voorbij gegaan in de simpele versie van dat verhaal. Want er wordt gewoon gezegd, ja, hij heeft met die Dantès gevochten omdat Dantès zijn vrouw achterna zat. Maar hij heeft met Dantès gevochten omdat Van Hekeren, die hij gedaagd heeft, niet zelf is gegaan, maar die Dantès gestuurd heeft. Het is een heel merkwaardig verhaal, maar Pushkin wist precies waar die intriges en dat gezeik en waar die narigheid allemaal vandaan kwam. Vandaar dat hij die Dantès volledig negeerde en direct naar die gezant afstapte. Dus, hij liet zich dan niet leiden door jaloezie en, hormonen. Maar dat was wezenlijk een erezaak en hij ging daarmee rechtstreeks naar degene van wie die dat gekonkel kwam. Dus van welke kant hij ook bekijkt, hij heeft altijd inzichten, hij heeft altijd shortcuts, hij legt altijd de vinger op de zere plek, of het nou de politiek is, of menselijke verhoudingen, of vriendschap, of wat dan ook. En vrijheid is natuurlijk, wat is nou vrijheid? Wie is nou vrij? Je kunt alleen maar veronderstellen dat, ga ik over mijn eigen woorden struikelen, maar Pushkin was vrij, in ieder geval, in zijn taalgebruik, omdat hij dat zo virtuoos beheerste, dat zijn messcherpe verstand geen obstakels vond in dat medium. Dus daarin was hij
zo ongekend vrij, omdat hij dat beheerste tot in de fijnste puntjes. Dus verder was hij niet vrij. Hij kon, hij mocht Rusland niet eens verlaten. Hij sprak misschien wel beter Frans dan het Russisch sprak. Hij heeft Parijs nooit gezien. Hij is nooit verder gekomen dan de Caucasus. En toch was dat de vrijste man van het land. En daarom mocht hij waarschijnlijk ook nooit naar het buitenland. Omdat de tsaar en de zijnen toch een beetje bang waren op de geheime dienst. Dat als deze denker ook nog eens een keertje de kop bij elkaar zou steken met de Franse denkers, Britse of wat dan ook, waar dat dan toe zou leiden. En hij had veel vriendschappen met revolutionaire edelen, hè? Ja. En hij zorgde wel dat hij op tijd weg was, als het erbij kwam. Je hoort altijd dat hij later in dicht, als Anna Waterval bijvoorbeeld, dat hij toch jaloers was van Pushkin. Dat ze toch moesten toegeven dat het genie van Pushkin veel groter, niet veel groter dan Anna Waterval, maar dat het genialer was dan wat zij maakte. Ja, en daar valt eigenlijk ook best weinig tegenin te brengen. Het is altijd naar en intimiderend als je opgroeit in de schaduw van dergelijk iemand. Ik heb op een gegeven moment gedacht dat het makkelijker is, dat het makkelijker is om zoals Picasso in een provinciaal Spaans stadje op te groeien. Zelfs met slechte cijfers op school en wat dan ook. Maar dan voel je je potentie, dan weet je dat je wat kan en dan ga je Parijs veroveren. Maar als je in Parijs geboren en getogen bent, te midden van de elite, en je ziet dat soort groten over je hangen, en jij bent 14 en zij schrijven al op hun 40ste zulke dingen, ja, dan probeer dan maar iemand te worden. Dus probeer maar in de schaduw van Pushkin en Tolstoy proza en poëzie te gaan schrijven. Dat lijkt me veel makkelijker vanuit een ander land. Draag ook eens iets voor van Pushkin, dan gaan we er naar een andere keer gaan we het vergelijken. Ja, ik ga dus een eng sprookje voordragen en dan ga ik een beetje spieken, want ik heb mijn oorspronkelijke vertaling een beetje herzien. Verder ken ik hem wel echt wel, heus wel aan mijn hoofd. maar dat ene kwatrijn is nu anders, dus ik ga een beetje spieken. Dit is een gothic gedicht. Pushkin had een simpele dorpelingen als Njanja, als Babu of zoiets, hè. En zij vertelde hem ongetwijfeld allemaal ene volksverhalen, griezelverhalen. En dit is dan één van. Drenkeling. Door zijn kinders wordt een visser plots geroepen uit zijn bed. Vader, kom! Wat nu, wat is er? Er ligt een dooie in ons net. Vader moppert, leugenzakkend, er ligt een dooie. Maak het nou. Wacht, dan krijg je nog te pakken. Geef me toch mijn kaftan, vrouw. Gaat de rechter zich bemoeien met de zaak, dan is het mis. Slaan ze mij nog in de boeien. Toch maar kijken wat er is. Laat maar zien. Daar ligt die vader. En waarachtig, op het zand, bij de netten, in het water, is een drenkeling gestrand. Blauw en lelijk opgezwollen lag het enge lichaam daar. Sprongen stakkerende golven, nam de stroom een hengelaar. Had een dronkenman geslenterd, 's avonds aan de waterkant. Is een argeloze venter door geboefte overmand. Deze de visser om het even. Schichtig ziet hij om zich heen. Sleept de drenkeling bedreven naar het water aan een been. Duwt het lichaam met een peddel van de steile oever af. En de dode dobbert verder. Weer op zoek naar kruis en graf. Deinend, tollend als een zwemmer. Dreef het lijf in de rivier. Het leek wel levend. Onze kerel hield het lang in het vizier. Nu dan jongens, oh kijk, hier dus herzien. Hup, naar huis nu kleine blagen, straks een koek en denk erom. Mocht men iets aan jullie vragen, klets dan niet, wees doof en stom. 'S avonds sloeg ineens het weer om, de rivier ging wild tekeer. In de hut van onze kerel brandde al geen lontje meer. Visser waakt, zijn vrouw die sluimert, ook de kinderen slapen samen. Het onweer woedt, de visser luistert. Klopt daar iemand op het raam? Wie in godsnaam? Laat mij binnen. Ga toch even een stuk verdriet. Wat moet ik met jou beginnen? Plaats voor gasten heb ik niet. Wie gaat nu nog buiten lopen? Waar kom jij ineens vandaan? Loom duwt hij het venster open. Uit de wolken rolt de maan. En daar staat het onbewogen.
naakte lijk dat naar hem staart, met wijd open dode ogen, water biggelt uit de baard, zwaar en levenloos de handen, armen, benen, gruwelijk stijf, ravenzwarte kreeften hangen aan het opgezette lijk. Onze visser heeft verbijsterd, de ontklede gast herkend, slaat de luiken dicht en fluistert, barst maar mormel dat je bent. Tot de ochtend bleef de stakker bevend van ontzetting op, want de dode hield hem wakker met aanhoudend luid geknop. Jaarlijks, zo zegt de legende, op diezelfde dag stevast wacht de visser in ellende op zijn ongenode gast. Onheilspellend is de ochtend, 's avonds woedt het onweer voort. En het lijk doemt op, al bonkend, op de vensters en de poort. Het is heel modern. Ja. Het is geestig. We kunnen er nog om lachen. Met Vondel zit je toch, vraag je toch altijd af. Waar gaat het er eigenlijk over? Dat is toch wel een raadsel. Ja, dat is toch het raadsel van Pushkin. En mijn ervaring is, poëzie moet altijd een beetje vaag, enigszins onuitgesproken zijn, want dan geeft het ons een beetje de ruimte nog. Hè? Een soort spanningsveld dat we ons eigen niet helemaal ontrafelde gevoelens daarin dan kunnen, of daaraan kunnen spiegelen. En dichters of filosofen die heel erg helder zeggen waar het op staat, daarvan heeft Bergson een keertje iets gezegd, want dat lijkt dan alsof we het altijd al geweten hebben. Dus die scoren vaak op minder, hè? Want dan lees je dan denk je, ja maar natuurlijk heb ik altijd al geweten, dat hebben we niet geweten. Maar het is zo goed gezegd dat het meteen dat dubbeltje meteen valt. Zo schrijft Pushkin ook en toch is hij dus ongekend populair en mijn antwoord daarop is, omdat hij zo vreselijk muzikaal is. En dus daarmee kan hij alsnog inpakken, ook al denk je dat je dat al wist, dat je dat al gehoord hebt, al gedacht hebt. Maar die muziek, die ja, omvloerst je alsnog en geeft je die mist en dat raadselachtig. Als je kijkt naar de gedichten van Pasternak en Apater, waar die hier ook in staan, in zijn bundel, dan zie je meteen een enorme somberte. Dat komt natuurlijk mede doordat ze onder Stalin hun werk hebben gemaakt. Pasternak is een voortreffelijk dichter. Ja. Echt een betere dichter dan een romanschrijver. Ja. Het gaat altijd bij Pasternak over de liefde, maar later gaat het natuurlijk over het verlies van de geliefde. Ja. Man doodgeschoten, zoon in het concentratiekamp, verboden te publiceren, verboden op te treden, behalve even aan het eind van de oorlog om het volk weer moed in te spreken. En wat is het verschil, wat is er gebeurd met die poëzie? Is het een klaagzang geworden onder Stalin? Daarvoor natuurlijk had je die symbolisten. Dus dat eeuwig, hoe zeg je dat, eeuwig weiblichen of wat dan ook. Dus mistige, raadselachtige beelden. Toen kwam Akhmatova op met haar man Gumilov, hij was haar net voor. Mandelstam was ietsje jonger, Tsvetaeva was dan geen alchemist, maar begon ook tegelijk met hen. Er waren allemaal schitterende, veelbelovende dichters. Natuurlijk, als je te veel voelt en te veel denkt, dan heb je daarmee een beetje het patent op het ongelukkig zijn. Je kan maar beter niet te veel diepgang hebben. Dus dichters neigen sowieso natuurlijk naar wat somberte en enzovoorts. En kiezen het onmogelijke lopen achter een onbereikbaar geliefde aan. Dat doen ze hoe dan ook, onder welk regime ook. Maar het hielp niet dat toen ze nog eind 20 waren, die omwenteling kwam, dat er verschrikkelijke achtervolgingen, moorden eigenlijk op de elite kwamen enzovoorts. Dat hielp natuurlijk allerminst. En het hielp ook niet dat mensen die dicht bij de droog wilden staan en die wilden profiteren van het nieuwe regime, dat zij alleen maar in majeur loftuitingen bliezen aan Lenin, Stalin en de zijnen. Dus daar werd je ook niet vrolijk van. Kun je eens wat vanaf mate van laten horen? Ja, maar dan... dat we ook eens van haar klanken. Het was eigenlijk gezegd
je bent een dichter, want daarvoor nam je haar niet erg serieus. En van dit gedicht raakte hij onder de indruk, en dat vind ik ook echt een van haar mooiste nog steeds. Ik zie de gelige, troebele luchten, de douane, de hangende vlag. Wat beklemt me, wat heb ik te duchten, waarom miste mijn hart weer een slag? Weer dat wicht uit een kunstkustplaatje worden, schoenen aan zonder kousen, de vlecht om het hoofd en een kroontje gewonden, liedjes zingen, bewogen, oprecht. Naar de dom met haar donkere goud, zitten kijken vanaf het bordes, niet beseffend hoe hopeloos oud iemand wordt van geluk en succes. Nou, een beetje klutsen met de vertaling, maar in ieder geval het Russisch klinkt zo. Вижу выцветший флаг над таможней и над городом желтую муть, что-то сердце мое осторожней замирает и больно вздохнуть. Стать бы снова приморской девчонкой, туфли на босоногу надеть и закладывать косы коронкой и взволнованным голосом петь. Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца и не знать, что от счастья и славы безнадежно приклеют сердца. Ахматова is eigenlijk een soort Pushkin, maar dan iets minder scherp, iets minder uitgesproken. Als je nu valt mee ook hier op die kathedraal uit Gersel. Ja. Is dat niet in de vertaling? Nee. Hoe ga je daarmee overweg? Er wordt dus een beeld geschetst door Ahmatova aan het gedicht. En dat beeld moet jij zien over te brengen in het Nederlands. En dat doe je dan gebruik je een heel andere, iets heel anders voor. Ja, want smoegelen is getaand, hè? Want ik kom net van de Filipijnen, dus ik ben nu heel erg smoegelen. Dus wat zij zegt de koepels, de vergulde koepels van de dom van Gersones, die zijn dus tanig. Ze zegt niet gebronst of wat dan ook, ze zegt tanig. Nou ja, je zit natuurlijk met de trein, je zit met het metrum, je zit met inhoud. Gersones zegt de Nederlandse lezer niet zoveel. En ik vond, ik kon natuurlijk, als je kijkt naar de vertaling van Wiebes en Berg, die later is gemaakt, die hebben ervoor gekozen om succes te rijmen met Gersones. Ik was ervoor. Ik kon natuurlijk ook kiezen tussen Gersones en Bordes. Maar ik vond dat meisje dat op haar bordes zit, want dat staat er ook wel, en kijkt naar de koepels van de dom. Dat bordes van haar vond ik wel degelijk aansprekend, ook in het buitenland. En met het woord Gersones, met die plaatsnaam, weet ik niet of jullie veel gekund zouden hebben. Ja. Dus je moet wel een beetje kiezen. De kunst van het vertalen. En toch het beeld zien te evenaren. Ja, de kunst of de mak is, of tenminste, ja, je moet kiezen. We gaan naar Boedat Akhundjawa. Je hebt een vriend meegenomen die de gedichten van Akhundjawa. Akhundjawa was echt een Russische bard, een man met een lage stem, die in zaaltjes optrad en met zijn gitaar speelde. Een soort Brassens, een Russische soort Brassens. Vincent Klos gaat een van die gedichten of een van die liedjes voor ons zingen in Nederland. Daarbij moet ik dus dan zeggen dat Akhundjawa fenomenaal heeft geklonken in zijn tijd. Vanwege ook weer die majeur en die bravoure en die opgeklopte Sovjet-enthousiasme, wat heel erg werd gecultiveerd. En het ging altijd maar over ons met z'n allen en over de overwinningen en de toekomst. En ineens klonk daar die menselijke stem die het had over eenzaamheid, kwetsbaar zijn, eerbare zaken, maar dan in het klein. En dat was heel erg bijzonder. Ik was maar een meisje van 14, maar ik voelde het ook. En hierbij moet ook worden gezegd dat de Arbat in Moskou heeft hier een groot standbeeld gekregen. En iedere dag zitten er jongens en meisjes met de gitaar en die doen hetzelfde wat Vincent nu voor ons gaat. De vitage staat, lijkt alles fijn en knus. Het ruikt naar warme taart en confituur. Hier is geen halte maat, het is mijn eigen bus. Mijn beste maatje zit achter het stuur.
Hier is geen halte, maar het is mijn eigen bus. Mijn beste maatje zit achter het stuur. Ze draagt een overal met smeer en roest erop. En een geweldige baret erbij. Ach, Nadje, Nadjenka, ik zou je koesteren. Houd toch je paarden in, praat wat met mij. Ach, Nadje, Nadjenka, ik zou je koesteren. Houd toch je paarden in, praat wat met mij. Draaft in de schemering het vierde paard een paar. De nieuwe autobus in volle vaart. Ach, Nadje, Nadjenka, had ik een kaartje maar. Naar alle uithoeken van je hart. Ach, Nadje, Nadjenka, had ik een kaartje maar. Naar alle uithoeken van je hart. Je gaat natuurlijk weer met iemand wandelen. In je satijnen jurk tot 's avonds laat. Ach, Nadje, Nadjenka, houd toch je paarden in. Had je maar eventjes met mij gepraat. Ach, Nadje, Nadjenka, houd toch je paarden in. Had je maar eventjes met mij gepraat. Abu Jama, en je hebt ook Alexander Galic, staat er ook in jouw midden. Wat was hun positie in de samenleving? Galic komt op onder Khrushchev, een periode van culturele dooi waarin veel meer mogelijk was, maar uiteindelijk is hij naar het buitenland, is hij in ballingschap gegaan, ja. En daar ook gestorven. Abu Jama had het ook niet altijd even makkelijk. Nee, nou van die baarden wil ik een speciaal project maken. Ook inderdaad met een cd erbij, dat ze ook in het Nederlands kunnen worden gezongen. Maar weinig uitgevers zien daar iets in. Hè? Ze denken dat daar helemaal geen draagvlak voor is. Terwijl, wat mij betreft zijn prachtige liederen en hele bijzondere teksten. Zeker die van Galic. Galic was een succesvol schrijver van Sovjet toneelstukken. Hield van een goed leven, over op een jaar gesproken. Nou, mijn moeder was een heel stuk jonger, was een schitterend mooie vrouw. En Galic maakte haar gewoon het hof. En ik heb hun foto's samen ook in deze bundel, in deze druk opgenomen. De eerste drie had ik die foto nog niet. En mijn moeder vertelt, dat is een vrouw met heel veel humor. En hij was goed getrouwd hoor, had een hele lieve, leuke, bijzondere, intelligente vrouw, Nusha. Die Nusha, die ging daar zo mee om, als hij weer dan zo'n vlam ineens had. Dan kwam ze zo af en toe heel vrijblijvend en heel zo matter-of-factly. Zijn hart, medicijnen en medicijnen voor digestie. En dan zeg ik, wil je goed scoren? Nee, ga alsjeblieft, ik heb iets van mij aan, maar dit is voor je, dit moet je voor het eten. Ja, dat is even lyrische afdwaling. Op een gegeven moment, dat was nog voordat Wysocki op net op wie onze middenrijmerige en zwartgallige manier begon te dichten, was Galitje met voor met ongelooflijk sterke en scherpe anti-Sovjet teksten. En daarmee trad hij op in klein gezelschap. En die teksten die werden een sensatie en die werden ook verspreid. We hadden toen dus ook Samizdat, dus teksten die niet gepubliceerd konden worden officieel, die werden dan overgetipt nog met, hoe heet zoiets, hè? Met die zwarte dus drie kopieën kon je minimaal in één keer printen, dus die dingen werden overgeschreven en weer overgeschreven. En toen werd hij wel een paar keer gewaarschuwd en op een gegeven moment moest hij ook echt het land verlaten. En hij is de eerste die over Stalinkampen dichtte en zong, over die frustraties van het regime. En er is eigenlijk van hem maar één lang gedicht in deze bundel opgenomen en dat vertelt het trieste lot van een vrouw die als dochter van gefusilleerde hoge militairen, of in ieder geval de vader, opgegroeid is in de buurt van zo'n kamp.
Dus dat zijn dan haar herinneringen aan haar ouders, haar mistroostige heden. En ja, nou goed, een Kalisch was zelf Jood. Ginsburg heette die. Ginsburg heette die. Maar zoals hij dan over die gewone mensen in Rusland kon dichten, dat is eigenlijk weinig Russen gelukt. Dat is net zoiets als, ja, ik weet niet wie nou echt Russisch is van Ruslands grote dichters. Hè? Jesenin dan waarschijnlijk. De rest zijn allemaal mixen. Kun je nog een klein stukje van zo'n van Gadisch, zodat we een beetje kunnen horen hoe die klinkt, Paruski? Paruski, ja. Ik had lakens verschoond, nog maar net, het vlees gesneden en de uitjes gepeld. Komt hij binnen, laarzen uit en naar bed. Kennelijk is zijn madame ongesteld. Nou, daar had die lummel wel op gewacht. Snel een borreltje genomen en plat. En in Rusland ligt de Obvodnegracht. Dat is ergens in de stad Leningrad. Daar woonde mami samen met papi. Mami en papi noemden mij moppie. En ze wilden niet van me af, maar ze kregen de hoogste straf. Oi Karaganda, jij Karaganda, jaren vliegen om, net als dagen daar. Net nog 20 jaar, nu al 30 jaar. Ik slaap met iemands vent, geef me mijn eigen maar, Karaganda. Generaalsdochter heet dit gedicht. Dit is maar een beginnetje daarvan. Генеральская дочь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов и мясца, а он явился, ноги вынул и лег. У мадаму его месяца. А он и рад тому, сучок, он и рад. Скушал водочки и в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград. А в Ленинграде том обводный канал. А там маменька жила с папонькой. Называли меня лапонькой. Не считали меня лишнею. Да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда. Ты угольком даешь на гора года. Дала 20 лет, дала 30 лет. А с что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда. Nog een liedje. Dames en heren, ik moet weg, want ik moet over een half uur in Noordwijk optreden. Vincent gaat nog 2 liedjes voor ons zingen. Maar voordat hij dat gaat doen, ga ik eerst de plechtige overhandiging doen plaatsvinden van de schalen aan de beide sprekers. Eerst applaus voor Nina Pekalberg. Een schaal gebakken door Patty ter herinnering aan deze middag. Ik heb dat het moeilijk zijn, maar het is een bestseller. En van Arjen.